super trots dat we deze gouden J binnen hebben mogen slepen het afgelopen jaar. Ja, het draait om beleving in Roes. En daardoor win je ook, denk ik, de gouden Jumbo. Goedendag, kunt u het vinden? Ja. Ja, dat is wel. Collega's, goedemorgen. Vrijdagochtend. Nou ja, elke dag zo'n begin van de dag, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Maar het is vooral belangrijk dat we hier dat teamgevoel naar boven weten te krijgen. En dat we ons er echt van bewust zijn dat je dit met z'n allen moet doen. Nog meer klanttevredenheid en nog meer enthousiasme en nog meer passie. En ik denk dat dat de rol van filiaalmanager is. Het gaat niet meer om dat ene potje pindakaas. Hoe kunnen wij die klant die beleving teruggeven? Hierachter zie je het voorbeeld. Het wordt voor je gemaakt. Je ziet dat het gesneden wordt. De klant is super enthousiast. Ze zien dat er overal in de winkel initiatieven worden genomen. En dat kenmerkt maar weer de mentaliteit en de houding van Jumbo. Hè. Dus dat we zelf mogen ondernemen en zelf deel mogen uitmaken van het succes van Jumbo. Dat is ondernemen, dat is samen winnen. Nou, je bent nooit klaar, want als je stil blijft zitten, dan voldoe je morgen niet meer aan de verwachtingen van de klant. Dus je moet elke dag moet je die drive hebben en die beleving in je winkel zien te krijgen om aan die vraag te voldoen. Natuurlijk ben ik verantwoordelijk voor de cijfers van Jumbo Goes. Maar passie, winkelbeeld en beleving, dat maakt het een gouden Jumbo.